Ik kwam er al heel snel achter dat ik heel veel van voetbal hield, maar totaal niet zelf kon voetballen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het heel raar dat je gewoon lukraak mensen door de hele wereld naar voetbalveldjes stuurt. De meest geavanceerde statistiek die je zag was het percentage balbezit. Data werd wel verzameld en wij zeiden, wij halen die data wel binnen en wij bouwen een soort intelligentielaag op die data. Er zijn twee bedrijven nu, de ene verzamelt data en de andere analyseert de data. Je werkt in je droomindustrie, je verdient lekker, bedrijf groeit snel, maar ik had voor mij persoonlijk al mijn doelen bereikt die ik had gesteld. Oké, wat wil ik nu dan zelf doen? Ik had elke rol gehad, product owner, sales, marketing. Ja, je pakt alles aan het begin. En daardoor raakte mijn passie voor voetbal raakte een beetje weg. En dat ben ik nu weer aan het hervinden. Wat is de beste investering die ik met dat geld kan doen? Dat is weer een sidesport stoppen. Stel dat je trainingen geeft. Dan zou je dat één keer op kunnen nemen en in elke taal real-time kunnen uitzenden. Maar de mooiste toepassing, maar daar zijn we helaas nog niet, is eigenlijk de nasynchronisatie van Netflix en Bollywood films bijvoorbeeld. Dus dat je niet een serie in het stomme Duits hoeft te kijken, maar dat je hem in het Engels ziet. En dat is de mond ook meebeweegt. Want zonder meebewegende mond kan ik geen nagesynchroniseerde film kijken. Dus als je Frank de Boer is niet de bondscoach. Je hebt een zoontje van 5 die heeft net zijn eerste wedstrijd verloren tegen het lokale Nade. Dan zeg je, oké, ja, sorry jongen, maar volgende week tegen Bussum F2 gaat het je wel lukken. Dus zet hem op en je kunt het. Nou, en als Frank de Boer jou dat berichtje stuurt als jong jochie, ja, dan is dat natuurlijk, geeft dat je een fantastisch gevoel en dan krijg je ook die sporters weer meer engaged. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe 7D TV video. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. We gaan praten met Giels Brouwer van SciSports of X van SciSports. Daar ga ik het nou precies met hem over hebben, Giels. Van harte welkom. Dankjewel. Want ben je nou X SciSports of ben je nog SciSports? Ik ben nog wel aandeelhouder. En adviseur, maar ik ben niet meer op dagelijkse basis betrokken. Kijk eens aan. Well, laten we even bij het begin beginnen voor de mensen die het niet kennen. SciSports, wanneer ben je begonnen? We zijn begonnen in 2012 tijdens het EK in Oekraïne. Toen was je daar, studeerde je toen nog? Of was het ja, mijn bachelor had ik toen net afgerond bij FC Twente. Ja. Waarbij ik ze eigenlijk hielp om vanuit een met data slimme spelers te kunnen vinden. En toen kwam je daarop? Ja, ik speel gewoon altijd voetbalspelletjes. Huh. En ik kwam er al heel snel achter dat ik heel veel van voetbal hield, maar totaal niet zelf kon voetballen. Ja, en dan denk je van ja, ik wil toch iets met dat voetbal doen. En dan, ja, wat kan ik dan wel? Ja, en, je had in de gaten dat data een steeds belangrijke rol ging spelen in het vinden van de voetballers. Ja, Joop Munsterman kwam een presentatie geven, was toen nog de grote held van Twente. Ja. En hij gaf een presentatie over hoe zij de scouting deden. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het heel raar dat je gewoon lukraak mensen door de hele wereld naar voetbalveldjes stuurt. Ja. In plaats van dat je gericht naar je juiste kandidaten gaat zoeken en die vervolgens verder gaat screenen. Op basis van data? Ja, want dat is ja overal gebruiken we data, maar in voetbal was het alleen, ja, er zit een goede kop op. En wat werd daar toen nog helemaal geen data verzameld, of al wel in 2012? Er werd wel data verzameld, maar eigenlijk de meest geavanceerde statistiek die je zag was het percentage balbezit. En ja, voor de rest, niemand gebruikte het nog. Het was puur voor de televisie dat je het aantal schoten kon zien. Ja, ja. En zijn jullie toen data gaan verzamelen? De data werd wel verzameld. Yeah. En wij zeiden, wij halen die data wel binnen. En wij bouwen een soort intelligentielaag op die data. Ja, ja, een soort dashboard waarop je... Maar wie verzamelde er dan allemaal data? Je hebt een Italiaanse partij, Wisecout. En in Nederland heb je Ortec. En had je nog Infostrada destijds. En die hebben allemaal clickfarms in lage lonenlanden. Waar ze gewoon van elke paas zeggen van hier naar hier is die paas gegeven. Letterlijk. Ja, er zitten gewoon mensen te kijken. En de een die krijgt de taak van jij moet alle goede passes van iemand. En zodra die maar is dat 100% zuiver? Want wat is een goede paas? Ja, nu wordt hij voornamelijk gezegd of die aankomt of niet. Ja, ja, ja. Maar het nadeel is dus als je een goede loopactie kan niet worden gemeten. Terwijl je wel belangrijk kan zijn. Ja, juist cruciaal. Ja. En de verdedigende acties. Ja, een klassiek voorbeeld is een beetje dat Sir Alex Ferguson heeft in de tijd Jaap Stam weg laten gaan omdat hij steeds minder tackles maakte. En dan bleek dat hij geen tackles meer nodig had omdat hij gewoon slimmer liep. Dus die methode die was gewoon niet geschikt voor het meten van verdedigers. En zo verloor hij zijn beste speler. En hij noemde het later in zijn boek nog zijn grootste fout ooit. Ja. Maar toen had je dus op een gegeven moment een paar grote organisaties die al data aan het verzamelen waren. En jullie als broekies hadden zoiets van, we trekken die data, want daar kon je aankomen blijkbaar.
Ja, aan het begin was het nog een beetje scrapen. Dus ja. We trokken gewoon alles leeg wat we konden vinden. Ja. Totdat we wat meer geld hadden en zelf die data in konden kopen. Uh-huh. En daar bouwden we dachten gewoon, die clubs die we spraken, ja. Die zeiden ja, data is heel leuk, maar dat is echt alleen maar voor die zolderkamer nerds. Want ja. Wat kun je er nou mee? Ja, het is een redelijk analoge wereld natuurlijk. Ja. Zeker op trainer- en scoutniveau. Ja, er zit een goede kop op, dat werd altijd gezegd. Ja. Of ja, die in Moneyball was in Amerika, heeft dat een beetje de honkbalwereld veranderd. En dat is dan mooi uitgebeeld in een film met Jonah Hill als dikke wiskundige en Brad Pitt als de sportman. Ja, dat is het beeld dat er gewoon nog echt heerst in die wereld. En wanneer was het eerste moment dat je dacht van we hebben iets te pakken? Nou, dat was denk ik ik denk dat 2013, 2014 was. En toen hebben we de eerste eigenlijk geholpen bij de eerste transfer. Dus aan het begin was het nog voornamelijk pionieren en het heel leuk vinden dat je bij een voetbalclub komt. Nou, we reisden nog redelijk de wereld over, maar het was eigenlijk vooral mooi om naar die voetbalwedstrijden te gaan en met die mensen te spreken. En toen ineens was er een speler die was toen nog heel onbekend, dat was Wout Weghorst. En die zat in de tweede was eigenlijk de tweede spits van FC Emmen. Die mocht gratis weg en toen zeiden we bij Heracles, ja, moet je die speler niet halen? En toen werd hij ineens opgeroepen voor Jong Oranje, werd hij topscorer, werd hij verkocht aan Heracles. En later werd hij dus weer doorverkocht aan Wolfsburg, die ook weer een klant van ons was. Maar dat was op basis van jullie data. Ja, ja. Maar werd er in tweede van Emmen, zeg je, daar werd ook al data verzameld? Dat was de tweede spits. Okay. Emmen speelde toen nog wel in de, toen heette het nog Jupiler League, dus tweede niveau van Nederland. Maar tot op welk niveau wordt er data verzameld dan van wedstrijden? Op dit moment is het niet meer normaal. Het is amateurwedstrijden. Je kunt, als je een wedstrijd opstuurt, wordt die gewoon gedetecteerd met de beloftecompetities, vierde competitie van Roemenië. Het is het aantal potentiële talenten, die bak wordt steeds groter. Ja. En leg eens uit hoe het dan werkt. Want ik kan me voorstellen dat je soort, dat is echt een, dit is dus een goudmijn. Want daar wil ik zo meteen meer over weten. En hoe ver het ook een goudmijn is gebleken. Maar dat betekent dus letterlijk dat ik als het club kan zeggen, we zoeken iemand met die en die en die eigenschappen. En dat jij dan zegt, nou oké, nu niet. Maar dan over twee dagen in één keer, pliep. Daar popt hij op. Dan popt hij op. Ja. Zo werkt het. Ja, en dat was ook, aan het begin ga je dan vragen van wat voor type speler zoek je. En eigenlijk wilde iedereen Messi op elke positie die ook nog kan verdedigen. maar zo kun je dus niet zoeken. Dus wat we toen gingen vragen is, wat is jouw ideale speler op die positie? Dus zeiden ze, ja, ik zoek een type Jordi Alba op de linksback. En dan zeiden we, ja, maar je hebt maar 1,5 miljoen te besteden. Maar dit is de beste type Jordi Alba voor jouw budget. Ja. En zijn contract loopt ook nog af. En hij heeft een EU-nationaliteit, dus je kunt hem zo ophalen. Dat zit er ook allemaal in natuurlijk. Ja. En klopt het altijd? Nee. Nee? Nee, hebben jullie ook missers gemaakt? Ja, dat is wel. Je hebt een aantal spelers. Sommige, de Mario Brothers, Mario Balotelli. Ja, die is gewoon gek in zijn kop. Ja. Dat kan de data niet zien. Nee. Dus ja, als die vuurwerk gaat afsteken of hij stilt winkel, of wat stal hij toen van die botsautootjes. Ja, dat kun je niet meten met data. En spelers die gewoon heel blessuregevoelig zijn, dat blijft ook altijd lastig. Ja. Spelers die heel jong pieken, waardoor we denken dat ze een heel hoge potentie hebben, maar uiteindelijk niet met de druk om kunnen gaan. En dat is wat we soms ook vergeten. Kijk, voetballers zijn soms ook maar net mensen. Ja. En uiteindelijk voorspel je de potentie van een mens en dat is gewoon heel lastig. Ja. Dus je zit er gewoon vaak naast. Maar daar heb je disclaimers voor in contract en zo, neem ik aan. Of, ja, want hoe werkt de business eigenlijk? Het is eigenlijk een SaaS-oplossing. Dus wij leveren een platform en zij kunnen alles zelf in de platform zoeken. En daar zeggen ze, ja, aan het begin was het nog rapportjes sturen, maar tegenwoordig kunnen ze alles zelf online doen. Maar krijg je geen kickback bij deals of zo? Nee. Dus puur vast SaaS-model? Ja. Nou, de kickback zijn we wel mee begonnen. Ja. We merken alleen dat een transfer over het algemeen duurt wel 1,5 jaar tot die vaak tot stand komt. Mm-hmm. En dan kregen we een percentage van de aankoop en van de doorverkoop. Mm-hmm. En de eerste twee keer dat zo'n speler viel, zei de club, ja, maar die hadden we in 2006 hebben we een keer op een jeugdtoernooi bekeken. Ja, ik ga een discussie over. Ja. En dat werkte gewoon niet meer. En waar moet ik dan aan denken als een club als, weet ik veel, want welke clubs maken gebruik van SciSports? Ja, het zijn nu volgens mij 85 clubs over de wereld. Ja. Dus in Nederland nu elke club. Elke club? Ja, in België meer dan de helft. Maar ook in Qatar, Miami FC. En de grote voetballanden, tenminste als Engeland en Italië. En ja, ook. Engeland hebben er 5, denk ik. Wat wel mooi is, Leeds United is gepromoveerd. Nou, die zitten volledig op onze data. Dat zijn altijd een mooi paradepaardjes natuurlijk. Ja.
In Frankrijk is de grootste is Lyon. In Spanje is eigenlijk volgens mij op dit moment nog niets. Oké, in Duitsland? Duitsland ook een stuk of 7, maar niet Dortmund of Bayern München. En een club als, weet ik veel, Ajax, noem maar eens wat, of Feyenoord. Wat betalen die dan? Waar heb je het dan over? Volgens mij standaard abonnement is rond 1500 euro per maand. Dat is toch niks? Nee. Nee, dat is ook best wel weinig. En yeah. Uiteindelijk kun je dan wel de upsell doen met een aantal andere modellen. Dus op dit moment hebben we ook doen we tegenstanderanalyses voor elke club in de Eredivisie vanuit de KNVB. Dus ja, steeds meer, je kunt steeds meer erbovenop vragen. Hmm. Maar de meeste clubs zeggen, ja, geef mij maar gewoon het standaardpakket. Maar het echte geld zit niet in die standaardpakketten. Nee, precies. Dat zit in de upsell van dingen. Hey, en hoe is dat bedrijf van jou dan gelopen? Want 2012, als broekie een beetje, weet je, hoe, als ik maar iets met voetbal kan doen. En als we nou eens kijken naar, nou, pak me weet, want wanneer ben je eruit gestapt? 1 september. Dit jaar? Ja. En waar staat het nu? Hoe groot? En want zijn er investeerders aan boord gekomen? Heb je het allemaal zelf gefinancierd? Hoe is dat allemaal gegaan? Nee, we hebben wel een aantal investeringsrondes gedaan. Ja. Er zijn wel een aantal miljoenen is erin gegaan. Ja. Ik denk, we hebben ooit nog een bedrijf ernaast opgezet waarbij we dus zelf die data volledig automatisch zijn gaan verzamelen met behulp van camerabeelden. Dus er zijn twee bedrijven nu. De ene verzamelt data en de andere analyseert de data. Het is toen, denk ik, op dit moment bestaat SciSports uit 35, 40 man. Ja. Bold James, dat is het tweede bedrijf. Dat bestaat uit zo'n 15 man ongeveer op dit moment. En hoeveel en wie zijn de aandeelhouders? Nou, dat zijn er zit één groot fonds achter. Ja. En voor de rest zijn het angels. Gewoon. Ja. En wat angels en wie zijn de originele oprichters? Ja. Dat zijn er hoeveel? 3 waarvan de 2 nog in zitten. Ja. En we hebben een bedrijf overgenomen in maart. En die hebben dus ook nu de aandelen gekregen. En waarom ben je er nou uitgestapt? Ja, het was allemaal super vet. Klinkt als, ja, dat bedoel ik. Ja, wat is het ook? Je werkt in je droomindustrie, je verdient lekker, ja. Bedrijf groeit snel. Ja. Eigenlijk was dat allemaal gaaf. Maar ik had voor mij persoonlijk al mijn doelen bereikt die ik had gesteld. Dus aan het begin zeg je, ja, ik wil miljoenen omzet. Ja, dat is waarmee je begint. Dan zit je, ik wil met mijn favoriete club samenwerken. Vink. Ja. Je wilt, dan ga je naar een bepaalde waardering, een bepaalde groei per maand. Ook vink. Waren allemaal vinkjes. Ja. En toen kwam eigenlijk het moment waarbij je denkt van, oké, wat wil ik nu dan zelf doen? Ik had elke rol gehad, product owner, sales, marketing. Ja, je pakt alles aan het begin. Ja. En ik, normaal gesproken stelde ik al mijn doelen weer bij. En nu wist ik niet waar ik voor moest gaan. En als je niet meer weet waar je voor moet gaan, dan akkert dat ook door naar de rest van de organisatie. Ja. En toen hadden we ook het geluk dat we dus dat bedrijf hadden overgenomen waar een goede CEO op zat. Ervaren ondernemer die vervolgens de hele tent kon leiden. En toen met hem het gesprek gehad en gezegd, Vincent, vind je het goed? Maar ik kan me wel voorstellen dat jij ken je niet zo goed, maar dat jij wel betekenis hebt voor die 35 man of voor die in totaal iets meer mensen nog als je de andere bedrijven erbij telt. Die vinden het niet leuk, toch? Nee, daarom zit ik er ook nog wel 1 dag in de week. Maar ja, nu zit iedereen thuis, dus ik zelfs nog niet. Ja. Nee, maar ik spreek nog wel veel met ze. En ik ben nog als adviseur 1 dag per week betrokken. Ja. Maar het doet gewoon heel veel pijn, want het blijft je kindje. Ja. En daarom vind ik het ook heel mooi om elke keer weer, als er weer een nieuwe club bij komt, even die jongens te bellen, te feliciteren. En ik ben gewoon heel trots op wat er nu staat. Alleen ik merkte gewoon dat het zonder mij sneller zou kunnen gaan dan met mij. Want ik was alleen maar, ik was niet meer aan het versnellen en al mijn energie erin aan het gooien, waardoor het bedrijf nog meer schwung kreeg. En dat heeft ook te maken met dat je zegt dat je een heleboel vinkjes had jou gezet. Want je kan ook zeggen van, joh, ik word als strateeg of weet ik veel, we gaan nu echt die groeispurt maken en bedoel, er is nog genoeg te doen. Ja, er is heel veel te doen nog. Maar hoe kan het dan dat die energie daar niet meer voor is? Ja, ik denk op een gegeven moment heb je, je hebt in die 8 jaar ook al veel meegemaakt. Ja. Ik denk toch wel dat waar ik nog heel veel energie uit haalde, was wel de grote partnerships, de strategische deals. Mm-hmm. Maar ja, het klinkt heel oneerbiedig, maar ik had er geen zin meer in om naar Kaiserslautern of naar Fortuna Sittard te gaan. Mm. En dat is toch wel een belangrijk deel, dat je daar ook je energie uit haalt. Ja. Want juist van die partijen leer je heel veel wat de rest van de markt zou willen. Ah. Toen kwam eigenlijk, ja, corona heeft alles versneld. Normaal gesproken zat ik de helft van de maand in het buitenland om met partijen te spreken.
En nu zat ik daar achter een bureautje. En als je mij een paar maanden achter een bureau zet, dan... Dus dat heeft dat proces misschien wel versneld. Heel veel versneld. Ja, precies. Ja. En, maar voetbal is nog steeds wel... De voetbalwereld is nog steeds wel de wereld waar je op draait, toch? Tenminste, voor je gevoel, of niet? Anders, wat ga je doen? Ik ga zeker even niks in het voetbal doen. Nee? Nee, dat is een fantastische wereld. Maar ik denk dat ik het mooi vind om even van een buitenkantje te bekijken. Wat er namelijk ook gebeurt, is als je elke dag met voetbal bezig bent... Uh-huh. Verlies je ook een beetje het passie van het kijken. Dus ik wil weer even fan worden voordat ik weer terug in die wereld kom. Ja, je was natuurlijk volledig beroepsgedeformeerd. Ja. Je zat gewoon data te kijken, zeg maar. Ja, en ook mijn hobby was altijd voetbal kijken. Of spelletje, voetbalgame spelen, FIFA voetbalmanager. Ja. En nu was je met het platform ernaast, je platform aan het vergelijken met de games. En dan was je een wedstrijd aan het kijken en dan spotte je een speler. Of je ging eerst een speler scouten. Dan zei je, ik ga nu naar HNK Oeierpest kijken, een wedstrijd. Want daar speelt die speler en die heb ik gezien. Dus ik wil kijken of die ook goed is. En daardoor raakte mijn passie voor voetbal een beetje weg. En dat ben ik nu weer aan het vinden. Heb je ook een favoriete club eigenlijk? Ja. Welke? Ajax. Ajax. Dat was beter. Dat was ook een van de mooie vinkjes. Dat, Dat je daarvoor mocht werken. Ja. Ja. Geweldig, hè? Normaal zeg ik dat niet uitop, maar nu kan ik het alweer zeggen. Ja, natuurlijk. Nu mag je het zeggen, want je bent er nu uit. Want je wil dus eigenlijk gewoon eerst weer fan worden van de sport. Dus hopelijk straks het stadion gewoon weer in en lekker gewoon genieten van het spelletje. Maar wat want je bent geen type die dan één dag in de week advies doet. En, want kun je cent al tellen, zeg maar? Hoe zit dat? Hoe ben je financieel? Had gekund als ik had gezegd, als je aandelen had verkocht. Ik verkoop mijn aandelen. Maar ik dacht, wat is de beste investering die ik met dat geld kan doen? Dat is weer een sidesport stoppen. Ja. Dus ik heb gezegd, eigenlijk gevraagd, want ik had gewoon een aanbiedplicht. Dus ik heb gevraagd of ik ze mocht behouden en dat vonden ze goed. Dus dat is wel een keuze, want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja gast, jij werkt niet meer mee aan de groei. Dus als je er nu uitgaat, dan gaat er ook maar helemaal uit. Is dat onderwerp van gesprek geweest? Nou, eigenlijk waren ze wel heel relaxed. Ze hebben ook gezegd, ja kijk, zonder jou was dit er überhaupt niet geweest. Nee. Dus ze zeiden van, ja we doen het op jou, maar die zijn echt heel schappelijk geweest. Ik heb bijna alle non-competes zijn eruit gehaald. Dus ik heb aan mijn investeerders zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak veel te danken. Mm, dat is ook wel fijn om te hebben. Ja, klopt. Maar wat ga je nu doen? Wat heb je al plannen om iets te gaan doen? Ja, er spelen eigenlijk op dit moment heel veel dingen tegelijk. Ja? Het zit bijna allemaal in de techwereld. In een productrol. Dus ik heb nu een tijdelijke even een opdracht aangepakt waarbij ik een nieuwe platformplan opzet. Eigenlijk een product roadmap voor ze ontwikkel. Ja, want je hebt ook openlijk gewoon gesolliciteerd. Hè? Je hebt gewoon op LinkedIn. Dat was de reden om je ook uit te nodigen. Ja. Dat ik denk, wat lees ik nou toch? Ze van I'm available and I'm looking for new challenges. Ik denk, huh? Giels van SciSports, weet je wel. Dus dat vond ik ook wel tof. Want daar is waarschijnlijk best wel wat op afgekomen. Ja, maar dat was ook de eerste dagen. Kijk, en ik weet het ook een beetje vanuit mijn, als ik zelf mensen zocht. Is het heel moeilijk om te weten wie er nou beschikbaar is. En ik ben zelf dan met een bedrijfje bezig om dat op te zetten. Maar het zit in de deepfake. In de wat? In de deepfake. Oké. Okay. Waar Lubach het laatst nog over had. Ja. Om daar een ethische toepassing voor te ontwikkelen. Leg eens uit. Nou kijk, de technologie. Het is een beetje hetzelfde als hoe blockchain begon. Of bitcoin. Hmm. Iedereen zei, ja, bitcoin, blockchain is slecht. Want er wordt alleen maar drugs mee gekocht op... Ja. Op de Silk Road. Dat is nu met deepfake ook. En deepfake is ook, je hebt alleen maar, ze zeggen fake media en, en deep nudes. Ja. Maar de technologie aan zich is heel waardevol. Om wat mee te doen? Nou, het was laatst hebben ze rouwtherapie gedaan. Dus om mensen hun nabestaanden toch nog een keer te zien bewegen. En er zat er gewoon een stemacteur die met ze sprak. Dus het was een heel andere stem. Ze hadden door dat het nep was. Maar alsnog was het een hele mooie stap in het rouwproces om dat beter te maken. Mm-hmm. Dus om het wat minder heftig te laten worden. Maar ook gepersonaliseerde content. Dus stel dat je trainingen geeft. Dan zou je dat één keer op kunnen nemen en in elke taal real-time kunnen uitzenden. Ja. Maar de mooiste toepassing, maar daar zijn we helaas nog niet, is eigenlijk de nasynchronisatie van Netflix en Bollywood films bijvoorbeeld. Dus dat je niet een serie in het stomme Duits hoeft te kijken, maar dat je hem in het Engels ziet. En dat is de mond ook meebeweegt. Ja, zonder een meebewegende mond kan ik geen nagesynchroniseerde film kijken. Ja. Dus dat is waar we over een jaartje of 2-3 denk ik met haar. En wat is de ethische kant dan? Want wat is je bedrijfsmodelletje dan? Of is het nog te pril? Want wat ga je dan precies bieden? Nou, nu zijn we eigenlijk gewoon nog de technologie inbouwen. Dus dat je een API hebt waarbij je gewoon elke woord in kunt zetten, gekoppeld aan je MailChimp of Salesforce. En je kunt elke klant een gepersonaliseerde videocontent sturen.
Met jouw eigen hoofd, met jouw eigen getrainde stem. Of met de standaard hoofd en de standaard stem, net hoe anoniem je wil zijn. Maar wat heeft dat met de ethiek te maken? Nou, dat je het wel heel strak aan banden legt wat je wel of niet zou mogen doen. Ja, ja. Want dat is niet dat je ineens Donald Trump dingen gaat laten zeggen. Nee. Dus je moet deels de controle behouden met wat er wel en niet mogelijk is. Ja, dus daar moet allemaal weer regelgeving op komen straks waarschijnlijk. Ja. Maar ik snap de mogelijkheden. Dus even, je bent freelance dingen aan doen, noem ik het maar even. Ja. Dus, en wat voor product is dat? Of is dat, mag je dat niet zeggen? Nou, er zit er één in de medtech. Dus in de endoscopen wereld. Ja. Zit er eentje in een nieuw platform voor de home matching, voor de huizenmarkt. Eentje is eigenlijk een grotere VC. Die ook veel in de startups en daar een platform voor aan het ontwikkelen is. Dus het is, ik hoef niet stil te zitten. Dus je hebt losse klussen en je hebt dat deepfake verhaal als echt weer een eigen ondernemertje aan het worden. Ja, dat is gewoon een beetje spelen met vrienden. Dus eigenlijk hoe het de vorige keer begonnen is spelen met vrienden. En dan kijken we wat eruit komt. En als er niks uitkomt, komt er niks uit. Dan, maar het is al wel weer een bv'tje en het heeft nog niet eens. Het is gewoon een speeltuin. En wat is, ben jij even tot slot, wat is jouw rol in de, wat is het wat jou drijft, zeg maar? Want ben jij echt een codeklopper of zoiets? Ben je echt een nerd? Nee, hè? Nou, als ik dat bij de developers bij ons op kantoor zeg, dan lachen ze me uit. Nou, ik snap wel de technologie en ik kan ook wel papers lezen. Ik weet wel waarom machine learning algoritmes werken en welke je moet gebruiken. Ja. Maar als ik zelf ga developen, word ik echt aan alle kanten uitgelachen. Dus ik snap de technologie, maar ik vind het mooiste om daar echt een product van te maken. En iets heel ingewikkeld zoals deep learning of deepfake of heel simpel te maken, zodat mensen dat ook mooi vinden. Ja. En dat dan weer, kijk, ik ben geen filantropische instelling, dus er moet wel een businessmodel achter zitten. Ja, helder. Hey, en het over een jaar of 10 of zo, hè? Wat probeer nou als jouw speeltuintje met deepfake te koppelen aan voetbal. Gaan daar dingen gebeuren, denk je? Nou, wat ik heel mooi zou vinden als een mooie toepassing, is als je Frank de Boer is, niet de bondscoach. Je hebt een zoontje van 5 die heeft net zijn eerste wedstrijd verloren tegen de lokale Nade. dan zeg je, oké, sorry jongen, maar volgende week tegen Bussum F2 gaat het je wel lukken. Dus zet hem op en je kunt het. Nou, en als Frank de Boer jou dat berichtje stuurt als jong jochie, dan is het natuurlijk, geeft dat je een fantastisch gevoel en dan krijg je ook die sporters weer meer engaged. En gaan we nou naar een wereld toe dat zo'n kind dat dan ziet als echt, of dat hij tegen die tijd gewoon weet, ja, dat is gewoon technologie, dus hij is het niet echt, maar het is wel tof. Ik denk niet dat je het van echt nog kunt onderscheiden. Nee, maar het is wel goed dat je, ja, maar dat is dus vinden mensen heel angstig. Enge. Ja. En daarom moeten de ouders het weten. Ja, precies. Dus je kunt gewoon zeggen, het Sinterklaas effect is het dan. Ja, precies dat. Ja. Maar je moet wel een watermark hebben. Ja. Waarbij je aangeeft dat dit niet human-generated content is. Ja. En het heet tegenwoordig, deepfake klinkt negatief, dus tegenwoordig noemen ze maar synthetische media, maar het is precies hetzelfde. Ja, precies. Maar deepfake is een kutterm. Die moet er wel vanaf. Ja. Dus synthetische media, dat bekt er wat lekkerder. Ja, synthetische media, daar gaat het worden. Yeah. Hey, tijd zit er weer op, dankjewel. En ik vond het leuk weer bij te kletsen. En ik stel voor dat we het over een paar jaar weer doen. Ben benieuwd waar je dan staat. Helemaal goed. Ja, dankjewel Giels. Jij ook. En dankjewel voor het kijken naar weer een ondernemersverhaal hier op CWD TV. En wil je meer weten, abonneer je op het YouTube kanaal of op ons podcast kanaal. Voor nu, dankjewel. Doei.